Mark Brandjes, 0-5 tegen RKC. Jij hebt, nou, wat is het, een half uurtje gespeeld ongeveer. Wat gebeurde er toen? Ja, nee, mijn moment bedoel je? Of, ja, het, ik had al op een gegeven moment, het laatste moment, iets kort daarvoor, een beetje spanning op mijn linker hamstring. Ik dacht, nou, het kan een beetje spanning zijn of stijfheid, maakt maar niet uit. Dus, maar toen sloop het er bij een actie heel lichtelijk in. Toen liep ik iets door en toen dacht ik, als ik nu nog één sprint trek, dan knapt hij. Dus toen ben ik erbij gaan zitten en toen wist ik al, of zei al tegen Venna van, heeft geen zin. Ze haalden maar af. Ja, heel zuur. Dus uitgerekend deze wedstrijd gebeurt dit. Dan is zo'n wedstrijd tegen RKC mooi, maar dan denk je dus ook vooruit. En want het zou een te groot risico zijn om wel door te gaan. Ja, kijk, qua timing voor de winterstop is het ideaal, als je het zo bekijkt. Maar nee, voor deze wedstrijd, hier doe je het voor, hier wil je ook laten zien. En dat ging ook prima, we gaven weinig kansen weg. Hadden niet, hun waren natuurlijk veel aan de bal, maar er gebeurde vrij weinig. Dus dat is ook weer het verdienste van ons achterin. En ja, dat is gewoon heel zuur dat je dan zo eruit moet. Ja, want ik zat even na te denken. Ben jij in je periode bij Harkmans Boys eerder geblesseerd geweest? Eén keer eerder, was bij het team het eerste jaar, toen ik heel kort aan mijn lies. En dat was echt maar 2 of 3 weken en daarna nooit meer. Dus ja, het zat er misschien een keertje aan te komen, maar wel heel klote dat het natuurlijk nu is. En je zei het ging, nou ja, RKC was beter inderdaad, maar op zich op basis van strijd en inzet hield je mooi dicht achterin. Moet je naar de kant, ja, met wat voor gevoel sta je dan uiteindelijk naar je teamgenoten te kijken? Ja, eerst baalde ik eventjes natuurlijk op het veld ook, even op de bank eventjes ook, even kop naar beneden. Maar aan de andere kant, ja, weet je, je moet er ook weer voor je team gewoon zijn. Kijk, Mark komt voor mij in de plaats. Dus die moet je ook helpen. Dat heb ik in de rest ook nog even geholpen met wat tips. Dus ja, je moet er wel, ja, tuurlijk, ik ben er voor die gasten. We zijn één team en als ze het wel, als het zonder mij kunnen, dan moeten ze dat ook lekker doen. Ik ben even blij, dus maar helaas, het mocht niet baten vandaag. Uiteindelijk 0-5. Ja, hoe heb jij daarna de kant van gekeken? Waar was RKC? Wat was doorslaggevend? Nou, het verbaasde me over de beleving eigenlijk van RKC die ze erin legde. De trainer was ook heel veel bezig. Vanaf de kant zag je op een gegeven moment wel dat de ruimtes heel groot waren, vooral op ons middenveld. Ja, en als we dan een tempotje hoger gaan spelen, dan zie je gewoon dat je er niet aankomt. En ja, ze hadden één hele mooie goal, vond ik. Dat was de laatste volgens mij, of de ene laatste. Die speelde ze aardig uit, ik weet niet meer welke het was. Maar daarnaast heb je gewoon 2 fouten. Kijk, als die niet vallen is het 3-0. Dus dat vond ik wat toepasselijker vanavond. Het was 5-0, was niet geflatteerd, ze hadden veel beter spel, maar het had niet gehoeven. Want het is niet dat ze op 5 zaten, te hinken op 5. Het was gewoon meer 3-0 was goed geweest. Maar ja, zonde is jammer.